Mijn naam is Pierre Smits. Ik ben zelfstandig freelance Human Resources Manager. En ik doe dat vanuit mijn eigen bedrijf. Dat heet PS People Strategies. Bewust gekozen omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen van een duidelijke lijn houden in het leven en in het werk. En daar kun je met een ondernemer heel goed aan bouwen. Dat doe ik ook bij Hightaps. Ik doe dat al een jaar of 6 vanuit de Raad van Advies waar ik in zit. Duidelijk bedoeld om een lange termijn doelstelling neer te zetten en een strategie te kiezen hoe dat je die realiseert. Sinds een jaar of anderhalf ben ik ook Human Resources Developer bij Hightaps met een wat meer specifieke opdracht. Namelijk een bedrijf kan alleen maar groeien als de workforce groeit. Dat doen we over twee lijnen of twee grote doelstellingen. We zoeken en vinden nieuwe IT-technici en we leiden ze ook zelf verder op. Heel vaak komen mensen van school af of vanuit een ander bedrijf. Maar moeten ze de specifieke vereisten van dit werk echt nog even leren? Nou, dat intern trainen doen we overigens ook extern. We bieden dat aan klanten, technici, managers van netbeheerders of van overheden. Dat is overigens ook een deel, het ondernemende deel van mijn opdracht bij Hightaps. Maar HR development zit echt op intern, recruiten van nieuwe IT-technici en ze opleiden, verder ontwikkelen. Het werken bij Hightaps zelf is nogal in ontwikkeling. Je ziet heel sterk dat wat vroeger duidelijk installeren was, of onderhouden, of meten, dat in een rap tempo complexer wordt en ook steeds meer in elkaar gaat zitten. Je ziet praktische technici die steeds meer gaan meten, gaan onderzoeken en in hele complexe installaties. En je ziet academisch geschoolde theoretici af en toe ook losraken in praktische bedrijfsinstallaties. Dat is een van mijn redenen ook om een hele strakke opleidingslijn neer te zetten, zodat je ze inderdaad in een duidelijke ontwikkelingslijn houdt. Dus opleiden, trainen vinden wij superbelangrijk, omdat het werk steeds complexer wordt. Werken bij Hightaps betekent eigenlijk werken in een compact team, waarbij je heel veel zelfstandigheid krijgt en heel veel vrijheid in het werken in installaties op heel veel verschillende afwisselende plekken. Veel vrijheid krijgen betekent ook dat je veel verantwoordelijkheid moet kunnen dragen. En daar brengen we jonge mensen naartoe. Dus in een complexe, stressvolle situatie iets high-tech technisch doen, waar een probleemeigenaar, dat kan een eigenaar van een jacht zijn of van een groot bedrijf of een ziekenhuis, meestaat te kijken, want die heeft haast. Dus we brengen mensen heel bewust vanuit die compactheid naar zelfstandigheid, naar echt een expert worden. Om in zo'n complexe omgeving te kunnen werken, zoeken we wel mensen met een hoge snapsnelheid en veel leervermogen. Je moet ook echt je dingen eigen kunnen maken. Dus niet te veel werken vanuit dingen die al leerde. Dat is fijn dat ze erin zitten, maar het moet vooruit. Dus als je dat interessant vindt en je bent zo of je kent mensen die echt geïnteresseerd zijn in energietransitie, kom maar met mij in contact via LinkedIn. Graag.